speciaal voor Weert Swingt vandaag naar de stad gekomen? Dat niet per se. Nee, maar ik vind het wel heel leuk hier. Het was zeker een verrassing. Wat vind je van de band die nu aan het spelen? Ik vind het wel heel erg leuk, ja. Ja. Hou je wel een beetje van live muziek? Af en toe vind ik het wel heel leuk, ja, dus. Dit is volgens mij voor Vido Hoedeman de tweede keer weer Swingt, ja. Ja, dat weet ik wel. We hebben hier ook al ooit gestaan bij de Tramalt, een aantal jaren geleden. En nu dan weer, ook in het kader van het 50-jarig jubileum, met diverse activiteiten gehad. Hoe hebben jullie de eerste keer weer Swingt ervaren? Ja, geweldig hoor, want ja, je weet toch niet precies wat kan je verwachten, maar best een drukke opkomst. En mensen ook toen die tijd, die wisselen ook van kroeg naar kroeg een beetje, dus je krijgt ook steeds wat ander publiek. Met wie zijn jullie vandaag hier aanwezig? Met mijn dochter, mijn man en mijn broer. Gaan jullie vaker met de familie lekker op stap naar live muziek luisteren? Sinds kort wel weer, ja. Zijn wel live muziekliefhebbers? Absoluut. Is dit de eerste keer weer Swingt voor jullie of gaan jullie al vaker? De eerste keer, ja, klopt. Wat zijn jullie dan allemaal van elkaar? Vrienden van elkaar, ja. Overburen. Overburen? Ja. Ja. Is dit de eerste keer dat jullie samen naar Weert Swingt gaan? Nee, we zijn al vaker naar Weert Swingt geweest, ja. En hoe zagen die avonden eruit? Altijd erg gezellig en leuke sfeer en ja, gezellig samen kletsen. Want is dit de eerste pitstop voor jullie of gaan jullie nog verder door? Het is de eerste pitstop en we willen wel nog verder doorgaan, ja. Ligt aan hoe gezellig het hier is.